De conceptwet voor de belasting over de toegevoegde waarde BTW is gisteren aangenomen door de regeringsraad onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi. De verwachting is dat de invoering van BTW op 1 juli 2022 kan plaatsvinden. De invoering van BTW is onderdeel van de economische hervorming die Suriname momenteel doorvoert. Het voordeel van deze vorm van belastingen is dat de belastingheffing meer wordt verschoven naar de bestedingskant van burgers, waarbij uiteindelijk particuliere consumenten van producten en diensten de belasting betalen. Mensen zullen dus via hun bestedingen belasting betalen. Voordat dit mogelijk is, zal er gewerkt moeten worden aan onder meer de interne processen van de Belastingdienst, het implementeren van het juiste ICT-systeem en het daadwerkelijk behandelen van belastingplichtige ondernemers als klanten van de Belastingdienst.